Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon het debat gewoon voeren op de inhoud? Nou, voorzitter, ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik mag een vraag stellen. We kunnen het ervan vinden of niet. Ja. Voorzitter, ik zou dit graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds... Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat uw gang. Ik wil hier heel graag op reageren. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD. Met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, het was een rake vraag, zo te zien. Kijk, u bent wat mij betreft nog steeds, ik mag mijn mening geven, u bent nog steeds die tassendrager en die assistent. Meneer Wilders. Voorzitter. Ik mag dat voorzitter zeggen, want wat doet u? Nou, meneer, ik heb geen verkeerd woord gezegd, ik heb gezegd wat ik vind. Meneer Wilders, zou mijn zin graag willen afmaken. Mag voorzitter? Dat voorzitter. Mag, daarmee reageer ik. Nee, ik licht dat toe. U komt niet met één idee over wat u met de koopkracht met mensen zou willen doen. U komt met nul ideeën. U stelt alleen maar vragen aan de premier. Ik heb vragen aan de premier. Kunnen we nog wat doen? Als u echt een fractievoorzitter was geweest, dan had u tegen de premier gezegd, Mark, meneer de premier, nu is het genoeg. We stoppen met die miljarden die we besteden aan stikstof en klimaat. We gaan niet weer iedere keer opnieuw miljarden per jaar aan asielzoekers geven. Dat zijn de verkeerde prioriteiten. Dat doen wij niet als VVD-fractie. Ik wil nu dat we daarmee stoppen en een deel gaan geven aan de koopkracht van de Nederlanders. Dan bent u een fractievoorzitter. Wat u doet hier, u staat hier. Ik twijfel niet aan dat u goede bedoelingen heeft, meegegeven aan u. Maar u stelt alleen maar vragen. U moet hem corrigeren. U moet zeggen, geen geld naar asiel, geen geld naar klimaat. Nu onze mensen, ook de middenstanders, ook de mensen met een modaal inkomen die op de VVD stemmen. U laat ze in de steek. U luistert alleen maar naar hem en daarom bent u de tassendrager van de heer Rutte. Voorzitter, ik ben een fractievoorzitter van de VVD. Ik heb hier een inbreng namens de VVD. Ik heb vragen aan het kabinet. En wat u wilt is dat ik uw wensen, uw eisen, uw dictaat opleggen aan het kabinet. Dat ga ik niet doen. Ik weiger om meer geld uit het klimaatfonds op dit moment te halen, omdat ik ook onafhankelijk van Rusland wil worden. Ik weiger om nu aan het stikstoffonds te komen, omdat ik wil dat we perspectief bieden aan de boeren. En ik weiger nog een heleboel meer dingen van de absurde suggesties die u net deed. Ik stel mijn eigen vraag, ik ga over mijn eigen inbreng. En wat ik wil, is dat wij kijken, dat we met z'n allen hier samen zoeken naar een meerderheid. En ik heb al lang opgegeven dat u de verantwoordelijkheid wil nemen om daar aan mee te doen. Want dan zou u ook eens een keer een pijnlijke maatregel moeten nemen. Wat ik wil is dat we hier kijken of we met de meerderheid van de Kamer tot een paar voorstellen kunnen komen waarmee we nog dit jaar iets kunnen doen aan de koopkracht voor mensen. En ik realiseer me daarbij ook dat ik eerlijk moet zijn dat we niet alle problemen op kunnen lossen.